Ieder ingreep is anders. En dat maakt het ook wel boeiend aan een job dat het geen automatisme wordt. Eén keer dat de patiënt begint wakker te worden, dan voelt je ook wel dat de stress in de zaal weg hebt. En dan kan er wel een keer fameus gezieverd worden. Je voelt ook wel dat je een goed hecht team zit. Het is technisch zwaar, is soms wel stresserend, maar je leert daarmee omgaan. Dat is ook wel tof aan een job. Je kunt eigenlijk blijven je technische vaardigheden beginnen opbouwen. Zo hebben ze mij voorgesteld om de robotchirurgie eigenlijk te gaan ondersteunen. En dan geef ik ook opleiding aan nieuwe medewerkers bij ons. Robotchirurgie is een evolutie. Zo groeit je in een job ook. Ik heb eigenlijk open gesolliciteerd hier en ze hebben mij dan eigenlijk aangeraden van kijk, een zoutgevend wil een keer gaan kijken in het operatiekwartier. En 14 jaar later zit ik er nog in. Ik zit hier op mijn plaats.